Toen ik 6 was, besloot ik dat ik wetenschapper wilde worden. En meteen ook het allermoeilijkste en meest ingewikkelde wat ik kon verzinnen, nucleaire fysica. Alles wat makkelijk en simpel is, dat leek me saai. En nu onderzoek ik iets heel erg anders, maar wel iets wat heel erg ingewikkeld is, het menselijk brein. Ik doe onderzoek naar MS, multiple sclerose, een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Mensen met MS hebben veel lichamelijke klachten, maar ik doe juist onderzoek naar cognitieve klachten. Ongeveer de helft van mensen met MS heeft daar last van, bijvoorbeeld geheugenverlies of minder snel kunnen denken. Ik wil graag ontdekken welke mensen hier last van zullen krijgen en welke mensen niet, en hoe we hen kunnen helpen. Eigenlijk vrij letterlijk. We leggen mensen in een MRI-scanner en kijken wat er dan in hun brein gebeurt. Maar ik heb dan niet meteen de informatie die ik nodig heb. Ik moet de scans eerst verwerken voordat ik een compleet beeld kan samenstellen van hersennetwerken. Oftewel, hoe verschillende gebieden met elkaar praten. En voor de MRI krijgen proefpersonen een neuropsychologisch onderzoek om hun denkvermogen te meten. Ik combineer al die informatie dan om de antwoorden te vinden die ik zoek. De mensen met MS. Ondanks de ernst van hun klachten zie ik hoe graag ze meedoen met onderzoek. En dat maakt het dat ik een verschil van hen wil maken. Dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar misschien wel over 10 jaar. En het brein is natuurlijk ontzettend fascinerend, want er is heel veel wat we erover weten, maar ook nog heel veel wat we niet weten. Vanwege corona is al het onderzoek gestaakt en kan ik ook niet nieuw onderzoek starten. Maar ik heb gelukkig wel beschikbare onderzoeksgegevens waarmee ik vanuit achter de computer kan werken. En daarin heb ik iets meer geluk dan sommige van mijn collega's die in het lab en achter een microscoop werken. Iets wat ze dus nu veel minder kunnen doen. Faces of Science.